Hoi. Hallo. Jullie zijn open. Welkom bij Kinders. En jullie zijn echt net half uur open? Ja, het is 35 minuten. En Judith, jou kennen we al wat langer, tenminste dat geldt dan in ieder geval voor mij. Ja. Je zat natuurlijk in een andere zaak tot voor kort. Tot voor kort was ik lievelings. Ja, en daar hebben we al heel kort wat over geschreven. En jullie zijn in goede orde uit elkaar, laten we het daarop houden. Hè, jullie gaan. Maar nu ben je eigen zaak begonnen, in de Lange Delft. Ja. Ja, het is wel toevallig, dit pand kwam op ons pad. En ja, de mogelijkheden waren er. En ja, het is een superleuke plek. Ja, en Selina, jij gaat hier werken? Jij bent een vriendin? Ja, klopt. Ja, maar jou heb ik echt nog nooit gezien. Je bent heel kleurrijk. op zich woon je toch al wel een tijdje. Maar ja, maar je kan niet iedereen kennen bij deze dan. Dat klopt, dat klopt. Maar ik heb ooit stage gelopen bij Judith en reclamebureau van Francesco, van de man. En sindsdien altijd een beetje blijven plakken, zeg maar. Zelf. Nu krijg ik de fantastische kans om helemaal met haar mee te gaan in het opzetten van die nieuwe winkel. Winkel. Ja, ze heeft echt alles vanaf nul meegekregen. Ja. Nou, en Judith, vertel eens, want ik zag op Facebook zag ik al wat dingetjes voorbij schrijven. Je was al langer bezig met een webwinkel. Ja. Maar kan je even een klein stukje rondlopen en dat je dan even vertelt wat. Want ik zie ook wel elementen, interieur en noem maar op. Maar ik zie bijvoorbeeld ook allemaal planten. Wat verkoop je hier precies? Het is een mix tussen vintage en urban jungle. En urban jungle houdt dus eigenlijk in gewoon heel veel groen in huis. En op het moment zie je gewoon de trend dat heel veel mensen bepaalde type planten, echt groene planten met mooie grafische bladeren, super mooi vinden in huis. En de combinatie zelf met vintage meubeltjes uit de jaren 60. Ja, want ik zie daar bijvoorbeeld een varen, dat is gewoon als een soort kunstwerkje. Ja. Daar zie ik volgens mij een plastic varen in een. Ja, ik probeer zo weinig mogelijk plastic planten te hebben. De rest is allemaal echt. Dit is echt gewoon eventjes de deco voor de opening. Maar hier zie ik ook weer een varende terugkomen. Is dat nou allemaal toeval? Want het zijn wel een bepaald soort planten, ja. Ja, de bladmotieven. Varens vind ik sowieso mooi, maar Monstera bijvoorbeeld zie je heel veel. Dus er staan ook allerlei stekjes tussen. We verkopen de plantjes ook wel als mensen ze echt zo super leuk vinden. Maar alles wat ik zie staan, dat verkoop je ook al van het wekkertje tot het. Ja hoor, zeker. Ook de planten zelf. Ja. En die koop je ook gewoon zelf in? Of meestal. Ja, en soms zijn het stekker. Selina heeft ook enorm groene vingers. Dus het hangt er net even vanaf. Ja. Maar het is wel lekker ruim en licht geworden. Er staat ook een ontzettende vintage telefoon in oranje. Ja, ik had iets lekker contrasterends nodig. Ja, deze is natuurlijk super. Maar die stond dus altijd bij ons thuis. Want ik leef zelf ook een beetje in de jaren 60. Dus, En ik was inderdaad een keer met Francesco op zijn kantoor aan de kaai. En hij gaat hier ook boven zitten, begrijp ik, hè? Ja. Dus en hij heeft ook nog van die oude stereo machines. En leuke oude stoeltjes. Daar zie ik ook een type machine. Dat is ook wel een beetje jaren 60, denk ik, of zo. Ja, 60, 70. Ja, die kleur, dat doet het hem natuurlijk wel. Hè. Het is wel een werkelijk type machine. Ja, hij doet het, absoluut. Ik zal er een keer een A4'tje in draaien. Ja. Dan kunnen mensen het ook uitproberen. En vinsels, dat is gewoon een grapje naar vinden en. Ja, precies. Maar alles wat ik tegenkom. En ben je een beetje betaalbaar en dat soort dingen? Dus heb je nog, Ik probeer het wel leuk te houden, ja. Ja. Nou, ik heb in alle prijskategorieën wel wat. Dus het hangt eigenlijk net van het item af. Ja, dan kies ik op deze koptelefoon. Ja. En een Mac, maar die Mac dat is gewoon je werkplek, of niet? Nee, die is... Niet? Het is een oude... Hij is... hij is niet echt vintage, maar ik heb hem zelf gerepareerd. Dat zie je deze niet meer zoveel met die bolderanden, toch? Nee. Is dit de eerste? Nee, het is niet de eerste. Nee, deze is denk ik van ergens uit de jaren 90. Eind jaren 90 of zo. En hier opeens een mini grill. Ja, die vond ik echt hilarisch. Die vond ik ergens bij een kringloop. Maar die is dus uit de jaren 60 en het ding zit er nog in. Dus ja, dat ik moest hem gewoon meenemen. Ja, want dat heb jij wel. Je bent altijd op zoek naar een beetje gekkigheid. Het mag wel een beetje... Het moeten net items zijn die net je huis wat leuker maken. Ja. En je kan het volzetten met IKEA-spul, maar dat geeft niet die sfeer en het gevoel van... Nee. Ja.
Maar je bent, ik zie veel groen, je hebt ook groen aan, we hebben groen aan de muur. Ja. Ik zie ook nog het oude bord van de Vier Windekers. Ken je die ook nog van vroeger? Nou nee, maar ik ken dus de eigenaars wel, omdat ze het pand verhuren. En ik vind het eigenlijk wel mooi om een klein beetje historie te laten zitten. Ja. Ik vind het gewoon, ja, het hoort bij het pand. Ja. En zijn er nog dingen die je nog kwijt wil? Of zeg je gewoon van kom allemaal eens lekker kijken en kopen? Kom het lekker bekijken. Kom zien wat ik heb. Er zitten leuke, grappige dingen tussen. Ja, alles wat je maar kan bedenken. Kijk, zij gaat gelijk... De belettering moet erop. Ik moet nog wel even spiegelen. Oh, daar is die. Hey Francesco, jij gefeliciteerd. Dankjewel. Begrijp dat jij hier ook een soort gaat vertoeven. Per wanneer trek jij je remmetje? Dat is binnenkort. In de komende maand. Ja. Ja. Nou, leuk. Ben je er ook allemaal blij mee? Ja. Ja. Zeg nog even in een paar zinnen, wat doe jij nou precies? Ik weet het natuurlijk, maar de mensen weten het misschien. Ik heb een ontwerpbureau. Ja. Ja. En hoe heet dat? Cavalieri inkopen. Kijk, heel goed. Ja. Dus als mensen je voor ontwerp jou nodig hebben, kunnen ze in de Lange Delft dan terecht. Vanaf volgende maand. Precies. Ja. Dank jullie wel voor de toelichting en ik wens jullie heel veel succes met de nieuwe winkel. Dankjewel. Bedankt. Het gaat goed komen. Oké. Okay. Oh, er is toch nog één dingetje, want ik verhuur onze hal aan Annelies, die hier voorheen zat met dat kinderpaleis. Dus dat is hier om het hoekje, dat zijn eigenlijk dus niet jouw spullen hier? Nee, dit is echt allemaal van Annelies. Ja, en dat is dan een selectie uit wat ze voorheen aanbood. De tassen zie ik. Ze had voorheen tweedehands en nu is het eigenlijk alleen van jullie. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort, noem je dat dan, in-store... Ja, het is een shop-in-shop. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan is alles ook weer goed. En ik vind het heel leuk dat ze hiermee toch nog de zaak wel soort van verder kan zetten. Ja. En dat we elkaar een beetje helpen. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk, ja. Oké, dankjewel. Dank je.